Of Let It Bleed natuurlijk, hè? Get Your Years Out. We hadden Bob Marley live. En zo waren er nog een paar platen. En opeens kwam er iets uit, live in Zimbabwe. Het was rauw, het was edgy, het spetterde. En dat bleek dus Saskia Laroe met haar band. En ik ben ongelooflijk blij dat je hier optreedt. Je hebt net al die verhalen gehoord over hoe moeilijk het is om een ruimte te vinden waar je mag spelen. Maar voor jou is dat geloof ik minder een probleem, klopt dat? Nou ja, het is interessant om dit te horen, want ik was toevallig in januari in New York, waar ze ook een pre-conference APEP World Forum hebben gehouden, 2 dagen lang. Heb ik alle paneldiscussies gevolgd en ik kan zeggen dat het belangrijkste wat eruit naar voren kwam, is dat grassroots. Je moet gewoon alle fans verzamelen. Iedereen moet het doen. Niet alleen de artiest, ook de boeker, ook de agency en ook het label. En allemaal samen in de social media, de Facebook. En dan kijken waar het op uitkomt. Oké, geweldig. Nou, als je zo goed speelt als praat, dan zijn we helemaal om. Oké, hartelijk applaus voor Saskia Laroe en band. Vocalist Warren Bird. Haar vader
Isaac uit Senegal kon niet komen. Maar gelukkig was zijn dochter, tevens van Friese moeder Irma, Rogajasek, wel bereid om de djembe te bespelen en te zingen. En dan natuurlijk onze grote ster uit Afrika, MC Phantom from Ghana. Tegenwoordig uit Amsterdam en Zuidoost. Oh, and last but not least, the leader of the band. Ladies and gentlemen, the one and only Miss Lady Miles Davis of Europe, Miss Saskia LaRose. Ja, dankjewel, lieve mensen. Nou, we gaan nog een paar liedjes spelen. All right, the first song of my first album.